Dus het kon een jaar zijn, het kon 2 jaar zijn, misschien 3 jaar. Kanker met uitzaaiingen. Mijn wereld stortte in, want ik was nogal druk met werk en een studie afgerond. En ik was nog volop bezig met van alles en nog wat. En ineens kon ik niks meer. Ik werd heel snel ziek en binnen 3 maanden was er eigenlijk niks van mijn oude leven meer over. Ik moest dus iets verzinnen om overeind te blijven. De dag blijft 24 uur houden en je moet wel die 24 uur een beetje goed door kunnen komen. Eigenlijk heb ik met een hele hoop dingen ben ik erachter gekomen dat je veel zelf kunt doen. Dankzij alles wat ik zelf heb gedaan, ben ik er ook nog. Uiteindelijk nog een paar behandelingen gekregen die supergoed hebben gewerkt. Een chemotherapie en een bestraling, een operatie. En het is die combinatie waardoor ik nu nog ben. Als je zo ziek bent en zo'n slecht bericht hebt gehad, is het heel, heel makkelijk om in een angst of somberheid te schieten. Dat wilde ik voorkomen. Nou, wat is daar belangrijk voor? Belangrijk is dat je goed slaapt. Dan moet je veel naar buiten. Je moet blijven bewegen. Frisse lucht. Structuur. Gewoon om 12:30 lunchen. En niet pas om 2 uur of een keer wanneer het me uitkwam. Maar meteen op tijd. En ook de avondmaaltijd. 6 uur. Niet om 8 uur of om 8:30. Dat heeft me wel geholpen. Alles viel weg. De veiligheid was weg. Hè? En dan moet je voor je eigen structuur zorgen. Zodat je een beetje gevoel hebt dat je nog een beetje controle hebt over wat er met jou gebeurt. En dan moest ik nog een daginvulling verzinnen. Dat is vanzelf koken geworden. En ik heb alle groentenrecepten gehad die op internet ronddwalen. Ik weet bijna zeker dat door dat hardlopen, je gaat minder hard achteruit. Je hele fysiologische systeem blijft actief. En ik weet zeker dat dat een rol heeft gespeeld in dat ik het zo lang heb kunnen volhouden. Dat ik dan uiteindelijk toch behandeling heb gekregen. Waardoor ik heel erg opgeknapt ben. Zonder dat hardlopen, zonder mijn hondje, zonder WhatsApp, de sociale omgeving. Zonder dat alles. Het is heel hard om te zeggen, maar ik denk dat ik dan nu niet meer op deze stoel zou zitten.